Vandaag even een iets snellere video dan je van mij gewend bent. Normaal doe ik altijd helemaal lampen en spiegelreflexcamera's netjes neerzetten. Nu is het echt een hele erge pestbende in mijn kamer. Ik heb allemaal gereedschap uit mijn lades getrokken, in kratten gestopt om dat morgen mee te nemen naar de pop-up workshop. We gaan morgen een drone bouwen, een quadcopter bouwen. Had ik afgesproken samen met Luc te gaan doen en er komen nog een heleboel andere bouwers, builders, piloten komen er ook naartoe om gezamenlijk in Haarlem te gaan klussen. We gaan een werkplaats eigenlijk inrichten en met z'n allen lekker freaken, lekker dingetje instellen, firmware updaten en solderen uiteraard. Dat gaat dan morgen gebeuren, daar ga ik ook een leuk vlogje denk ik van bijhouden, of in ieder geval op Facebook ga ik daar live van publiceren, dus houd dat in de gaten. Ik wilde daarvoor nog snel eventjes wat hebben laten zien. Want we hebben namelijk een sponsor op fpvracing.nl, dat is Gearbest. En die heeft mij gevraagd om wat producten uit te zoeken in hun webshop. Het is een Chinese webshop. Heel veel mensen kennen wel die site. En Gearbest is niet echt nieuw, maar wat betreft fpvracing wel. Ze hadden mij gevraagd van, zijn daar nog leuke producten voor jullie te vinden? Kunnen we die aanbieden? En ik kon dat niet direct vinden. Hebben wel een paar andere leuke producten kunnen vinden die wellicht interessant zijn voor de FPV racer. En inmiddels overigens, heb ik wat mailtjes met hun gestuurd, zijn er wel hele interessante producten direct voor de FPV pilot te vinden in de webshop. Maar daarover nog later meer, want er verschijnt ook heel veel meer op fpvracing.nl. We hebben namelijk hele mooie giveaways gekregen. Iets wat ik toegestuurd heb gekregen, en dat wilde ik even laten zien, is onder andere dit product. Het is een bordje van Matec. Zo staat het ook op hun site beschreven. Een PDB, een mini power hub. Gewoon met het logo op de achterkant. En verder precies dezelfde layout. Alles eigenlijk zoals je dat van een Matec bordje kan verwachten. Een power distribution board om je power vanaf je accu mooi te verdelen over je AC's, over je camera, over je VTX. En dan natuurlijk ook heel belangrijk wat dit bordje zo praktisch maakt, is dat het ook gefilterde outputs heeft. Dus geen nare lijnen als je hard gas geeft of als je hard je throttle omhoog gooit. Werkt naar behoren. Dit is overigens het tweede bordje dat ik van hem heb. Ik heb er ook eentje in deze quadcopter gebouwd. En die geeft gewoon super strak beeld. Dus de Matec bordjes die ze bij Gearbest verkopen zijn ook gewoon degene die je moet hebben die gewoon goed functioneren. De reden dat ik er wat huiverig over was of het wel een Matec bordje is, is omdat de verpakking die had niet zo'n sticker aan de bovenkant zoals je dat verwacht. Of dat je dat misschien kent van Matec. En ook de handleiding die erbij kwam was gewoon een eenvoudig papiertje. Maar niet met ook het logo erboven en helemaal geen verdere beschrijving van Matec zelf. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. We kennen alleen wel een beetje van de Chinezen dat er allemaal wat nagemaakt wordt. En vandaar mijn twijfels. Maar prima functionerend dingetje voor die paar euro ook te kopen op Gearbest dus. Die komt in een volgende beeld waarschijnlijk weer naar voren. En wat ik had gekregen is een panorama. Even kijken of dat licht een beetje goed uit. Panorama cameraatje. Eigenlijk is het een 360 graden camera. Ik heb hem even uit de doos gehaald. Dat is een hele lastige doos. Dit is hem. Een heel klein blokje, eigenlijk vierkantje met een enorm bolle lens erop. En die lens die stelt je in staat om 170 graden in deze hoek te kijken en 360 graden in de rondte. Super grappig. Want ik dacht, dat is toch wel tof als je dat op je quadcopter kan monteren en dan een vlucht op die manier kan opnemen. Heb ik gedaan. En ik moet ook zeggen, daar komen leuke beelden vanaf. Je kan ze direct zien met je smartphone. Er zit gewoon wifi op. En dan kun je dat downloaden. En dan kan je er doorheen swipen. Of eigenlijk zo om je heen pennen. En uiteraard ook als je smartphone. Als je het met je smartphone kijkt, kan je er doorheen kijken. Als je om de as gaat, zeg maar, van je smartphone. Werkt super grappig. Het is een cameraatje van iets van 60 euro. Je moet er niet de allerhoogste kwaliteit van verwachten natuurlijk. De resolutie is heel laag eigenlijk. Er zit gewoon één zo'n sensor in die dan mooi
een bol beeld kan opvangen. Maar ja, uiteindelijk als je dat in een grote player gaat laten zien, dan is dat een hele lage resolutie. Maar ziet er wel heel grappig uit. Ik kan het overigens niet in deze video laten zien, want als je op YouTube zo'n filmpje wil uploaden, dan moet je dat met bepaalde metadata injecteren. En dan wordt heel dat filmpje wordt dan 360 graden. Je hebt ze misschien wel eens gezien op Facebook ook en op YouTube. Er komt nog een filmpje aan waarin ik de beelden toon. Ik heb alleen wat problemen ermee in die zin dat als ik de beelden hier afhaal, dan kan ik die op allerlei verschillende manieren kan ik die bewerken op mijn computer. Ziet er ook allemaal al aardig uit. Alleen ga ik ze uploaden op YouTube, dan is het of geen geluid, dus is alleen maar beeld. Of dan een andere manier om ze te uploaden, dan heb ik wel geluid, maar dan is het een hele rare vervorming. Er komt natuurlijk een zo'n klein bolletje aan beeld uit en dat moet uitgetrokken worden. En dat gaat op een of andere manier niet helemaal lekker. En ik heb het idee dat er een bepaalde codec mist, maar kan daarvan dit, naamloze, merkloze ding, kan ik daar geen specifieke instructies van vinden. Dus ik moet er nog even naar gaan zoeken hoe ik dat op een complete manier kan publiceren. Dat iedereen er even goed van kan genieten. Overigens, het geluid van een vlucht is niet het allermooiste natuurlijk. Veel mensen kennen het wel, de enorme wind die er door zo'n klein microfoontje heen raast. Maar ik wil wel, als het kan, dan wil ik wel dat het gewoon goed werkt. Dus daarom wil ik dat nog even uitzoeken. In ieder geval voor die paar tientjes is het een heel grappig cameraatje om te hebben. Overigens, dit cameraatje krijg je. Er zit een heel mooi gat in met schroefdraad om op een statief eventueel te monteren. En in de doos zitten ook allemaal losse hulpstukjes die je van bij een actioncam ook vaak krijgt. Om hem aan een gesp te klippen of ergens op vast te plakken of te kunnen kantelen. Het zit allemaal mooi in het doosje, allemaal verschillende soorten stukjes die er ook zomaar mee komen. Dus dat is wel handig. Dat eigenlijk over het cameraatje. Later in de video of in de beschrijving nog een link naar de video die ik hiermee heb gemaakt toen ik hem op mijn quadcopter monteerde. En dan heb ik nog iets heel moois gekregen. Dat is eigenlijk nog wel het allermooiste product waar ik wel heel erg blij mee ben. Daar hebben de meeste FPV-racers niet zo heel veel aan, maar ik, die toch ook wel veel fotografeer en filmpjes maak, vind het wel heel erg mooi. Een nieuw statief en echt gewoon een super degelijk statief ook. Hier had ik zo'n heel krakend ding, hij staat daarachter. Werkte prima gewoon in huis en dan kon je gewoon een lekker stevige camera opzetten. Maar deze is ook wel handzaam goed om mee te nemen. Kan allerlei kanten uit. Ik ga hem nu niet helemaal uittrekken, maar ik kan volgens mij 1,57 meter helemaal de lucht in. En wat het mooie is aan dit ding is dat hij compleet is met een hele mooie balhoofd. Die heel mooi soepel kan draaien, allerlei kanten op. Kijk, kan ik hem zo neerzetten? Ja. Bovenop een mooi plaatje. Geen quick release plate. Je moet eventjes draaien aan dit ding. En dan komt er een plaatje uit en daar kan je je camera op monteren. Dat is overigens dan ook gelijk al een heel mooi plat plaatje is. En niet met allemaal uitstekende sleuven erin. Je kan hem op alle kanten kan je hem weer erin doen. Je draait hem vast. En verder heel soepel, heel smooth. Niks, geen krakjes of dingetjes waar ik echt heel allergisch voor ben. En het grappige ook van dit ding is, je kan hem dus met deze klemmetjes kan je hem vastzetten op een hele brede. Even kijken. Dat hij heel wijd staat eigenlijk. Die poten heel stevig op de grond zijn. En je kan hem ook, en dat vind ik wel heel handig voor sommige productfoto's bijvoorbeeld, helemaal omklappen. Hoppakee. En nogmaals, het is redelijk stevig. En dan kun je dus je camera op z'n kop hangen. Uiteraard met de poten die nog wat langer uitsteken. En dan kan je hem stevig neerzetten en foto's op z'n kop maken. Als je dingen op de grond neerlegt en een mooi overview ervan wil hebben, dan is dat wel echt een super handig ding. En het maakt hem gewoon zoveel completer dan veel andere, toch wel goedkopere statieven die je voor, ongeveer €80 kan krijgen. Overigens, dat is ook nog het hele mooie hiervan, is dat het balhoofd, die kan er af
Oops, even deze. Het is nog vrij stevig. Boven kan je er helemaal afdraaien. Even kijken, moet je deze vastzetten. Oep. Ja. En die zou je eventueel nog op een ander statief kunnen zetten. Of een andere kop hierop. En dat maakt hem ook al tof en extra compleet. Is dat één poot. Die kun je er ook afdraaien. Dan moet je deze even rustig neerleggen. En dan heb je een mooie monopod. Een monopod die dus uitgetrokken kan worden. En waar je dus eventueel dit hoofd ook weer op kan draaien. Zo. En als je het extra lang wil hebben, dan kan je zelfs nog deze middenstang er helemaal uitdraaien. Die haal je dan aan de onderkant hier los. Kan je eruit trekken. En dan zet je die op je monopod. Dan heb je een hele lange mooie wandelstok. En mooie ondersteuning voor de foto's die je onderweg maakt. Dan hoef je dus niet meer per se, wat ik eerder deed, en een statief mee te nemen en een monopod. Dat zit gewoon allemaal in één. En voor de specificaties verwijs ik graag eventjes naar de site van Gearbest. Dat is natuurlijk uiteraard ook de bedoeling. Je krijgt van mij mooie producten. Wil je dan even daarnaar verwijzen? Bij deze onder in de beschrijving staan alle linkjes van de producten die ik nu hier heb getoond. Ik ben heel erg blij met deze producten. Dankjewel Gearbest voor het toezenden van de producten. Als jij ze nou ook wilt, dan kan je ze uiteraard vinden via de linkjes onder in de beschrijving van deze video. En ook op fpvracing.nl zul je meer zien van Gearbest. Ze zijn dus een fanatieke sponsor van het platform. Zij maken het onder andere mogelijk om dat hele platform te draaien. En ook leuk, de challenges die er aankomen. Op dit moment draait er de Power Loop Challenge. Daarvan zijn ook de prijzen van hun hand. Ze hebben in ieder geval een mooie airgate toegezonden die je kan winnen als jij heel veel Power Loops kan maken en dat kan laten zien op het forum. En later komt er ook nog een lader, een lipo-lader en een hele coole action camera van hun uit China naar Nederland en kun jij dus winnen. En voor de Premium Pilots, ik heb hem nu nog niet in huis, ik heb een paar onderdelen al gekregen van ze. Een hele complete quadcopter geven zij. En niet een zielig dingetje van plastic, maar echt gewoon een ding waar je goed mee kan racen. Ik zou er in ieder geval wel een competitie mee aan durven gaan. Check daarvoor later ook mijn video's, want daar komt natuurlijk een uitgebreide video over. En dan ga ik die producten ook laten zien die ik van ze heb gekregen. Dat is het voor nu. Ik ga snel nog klussen aan mijn kamer. Alles uit de lade trekken om morgen de workshop gereed te maken. We gaan van 9 tot ongeveer 2-3 uur gaan we lekker aan de slag. Je bent ook nog van harte welkom als je deze video op tijd ziet. Kom gerust langs. Op de tweede etage zitten we in Haarlem bij De Plek in de Waardepolder. Dat is het voor nu. Dankjewel voor het kijken.